Onze geschiedenis is zeer complex en daarom moet de eigen geschiedenis worden onderzocht. Met acteur Cynthia McLeod blijft het belang onderstrepen van het op zoek gaan naar de geschiedenis van ons als Surinamers, zodat wij niet wankelbaar zijn als volk en weten waar we vandaan komen om te weten waar we naartoe gaan. Gisteren was de Surinaamse première van de film The President's Daughter and the Richest Freeborn Lady, een samenwerking tussen filmmaakster Mildred Roodhoff en McLeod. In deze film volgt Roodhoff McLeod op een reis door het koloniaal verleden van Suriname. Ook besteedt McLeod aandacht aan Elisabeth Samson, de eerste vrijgeboren en eerste zwarte vrouwelijke miljonair van Suriname. De film gaat dus over twee vlijmscherpe vrouwen met inzichten die licht werpen op een gedeelde geschiedenis van Nederland en Suriname, zegt McLeod. Als je je geschiedenis niet, als je geen toegang hebt tot de bronnen van je geschiedenis, als je je geschiedenis niet kent, dan ga je een zelfbeeld hebben dat gebaseerd is op mythen en stereotypen. En ik wil ook hebben dat ze het gaan weten en het gaan kennen zoals het was, met de feiten en vanuit een ander perspectief, vanuit ons perspectief nou. Dus wij moeten de geschiedenis helemaal gaan herschrijven. President Chandrika Prasad Santokhi erkende het werk van McLeod. Hij omschrijft haar neergezette werk als een sterk fundament voor een veerkrachtige samenleving voor nu en de te volgen generaties. Het staatshoofd ziet de restauratiewerkzaamheden aan het huis van Elisabeth Samson als een deel van het behoud van cultureel erfgoed. Het Elisabeth Samson-huis staat als een blijvend symbool van trots. En waar nodig zullen we u zeker blijven steunen in het realiseren van dit prachtig project. Als president van de Revolutionaire bedank ik u nogmaals voor uw tomeloze inzet voor ons land. De avond werd afgesloten met een informeel samenzijn in het presidentieel paleis. Tot zover de binnenlandse berichten. We zijn zo bij u terug met het buitenlandse nieuws.